Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een jongensspencer haken in de zandsteek. En ik heb de zandsteek even omgedraaid, gewoon, het is heel makkelijk. Ik ga het heel rustig uitleggen. En er wordt zo weinig voor jongetjes op internet gezet, dat ik dacht, ik ga een hele simpele spencer maken. Waarvan je zegt van, ja, die kan je in elke maat haken en ik heb hier alleen het achterpandje pas klaar en we gaan samen het voorpandje haken. Ik wil eerst even iedereen hartelijk bedanken voor de leuke reacties op Iedereen kan haken van YouTube. Ja, dat motiveert om toch door te gaan, om leuke dingetjes neer te zetten. En ik ga jullie nu heel rustig uitleggen wat je nodig hebt voor een jonge spencer en dan kan je die in alle maten haken, dus en ik heb het zo simpel mogelijk in mijn hoofd, dus gewoon rechte stukjes en heel makkelijk met minderen. En dit is het achterpandje en dan zie je het al van, hey, dit ja, dit kan ik ook. Dit is gewoon eventjes goed de maten opschrijven en dan kan je het. Maar ik ga het nu even wegleggen en dan ga ik vertellen wat je nodig hebt. Een bolletje blauw, lichtblauw, grijs en wit. En even kijken of ik het label, ja, ik heb het label nog. Het is wederom Supersoft van Zeeman. Kijk, dan heb je ook voor een leuk bedragje een spencer klaar. Dus dit is de wol, haaknaald nummer 6, een schaartje, een centimeter, een stopnaald, een pen, een liniaal, kan een gewone liniaal zijn hoor, hoeft niet één op schaal, en een paar markertjes. En wat ook wel leuk is om op een truitje te zetten, ja, dat het handgemaakt is. En deze zijn ook te koop bij, ja, Zeeman, maar ik denk ook wel bij de Action. Ik geloof dat ik deze bij de Action heb gehaald. Kijk, en als je dan een eigen gemaakt truitje hebt en je zet er toch nog eventjes zo'n klein labeltje onderaan, ja, dat ga ik straks doen. Dan gaan we even beginnen over de maten, van hoe doe je nu de maten. En dan heb ik dit uitgetekend, deze, ik zal even heel goed in beeld houden, even kijken hoe ik het beste kan filmen. Deze zal je nog vaker zien. Je ziet even goed, momentje hoor, even alles goed neerleggen. Je ziet hier de kolom met de maten en dit is de breedte en dit is de lengte en dit ongeveer de leeftijd, een indicatie. En ja, dit is de lengte van een kind. Dus als je deze tabel goed erbij pakt iedere keer, of je meet de maten van je eigen kindje of van je neefje of nichtje of voor wie je het ook wil haken, ja, dan kan je in elke maat kan je een spencer maken. En ik heb deze maat aangehouden, de breedte 28 en de lengte 40. En dan zal ik nu laten zien, en daarom heb je ook een liniaal deze keer nodig, hoe je dat gaat doen. Je hebt natuurlijk ook papier nog nodig, dat had ik niet gezegd, maar je tekent even een gewoon een rechthoek. Hier meet je het midden van.
Dus je hebt een rechthoek maken en je maakt een middenvoorlijntje. Je zet ongeveer in het midden, dat maakt niet zo heel veel uit. Nog zo'n stippellijntje. En dan pak je weer de maat erbij. En dan staat hier breedte 28. Kijk nog een keer goed kijken. En de lengte is 40 centimeter. Dan zet je hierbij 28 centimeter. Is dus die breedte. En de lengte is dus 40 centimeter. Dat is de maat die je wil hebben. En je hebt uitgekozen. Het is maar eventjes om te kijken dat je snapt hoe je dus een spencer voor alle maten kan maken. We hebben deze maat uitgekozen, maat 86 tot 92, en die is dus 40 centimeter in de lengte en 28 centimeter in de breedte. Dat is het enige wat je moet opschrijven. En dan verder kijken we hier even naar dit patroon. En dan gaan we nu even meten wat ik heb gehaakt. Tot de armsgaten 22 centimeter. Dus tot de armsgaten 22 centimeter. Tot armsgaten. Nou, dat weet je ook weer. Je hebt 2 centimeter nodig voor een halslijn. Dus je hebt 40 centimeter min 2, dus die halslijn. En dan pak ik weer even de achterpand erbij. En dan ga ik nu meten. Zes centimeter en 6 centimeter, 6 centimeter en 6 centimeter, dat is voor de schouders. En dan gaan we deze dit stukje nog meten voor de armsgaten. Ja, 3,5 ongeveer. Ik heb 1, 2, 3 veetjes overgeslagen. 3,5. Zeg, de armsgaten zijn 3,5 en 3,5. Ik maak nu even een lijn. Ongeveer hoor. Dit zijn dus de hoeken voor de armsgaten. En dan moeten we nu nog even hier. Dit is dus 6 centimeter. Hier hou je 6 centimeter aan. En aan deze kant hou je 6 centimeter aan. En dan is dit. De halsopening. En dan heb je het patroon voor het achterpand. En zo teken je iedere maat uit. Maar dan gaan we nu aan de zandsteek beginnen. Dan leggen we dit allemaal even weg. En je moet het gewoon rustig op gaan zetten. Wil je aan het achterpand beginnen, dan zet je 40 steken op. Maar we beginnen nu nog niet aan het achterpand. Kijk, dit is het achterpand en die voorkant hou je hier door de begindraad rechts te houden. Dit is het voorpand. En als je dit nameet, tenminste dit heb ik net nagemeten en nagetekend,
En dan gaan we nu aan het voorpan beginnen om even de zandsteek uit te leggen. Dus je pakt nu je haaknaald en een draadje en je zet 40 steken plus 3 op. Dan ga ik nu mee haken met lichtblauw. En deze afmeting is hetzelfde als het achterpand. Dus je begint 43 losse zet je op en dan zie ik je erna weer terug. Je hebt nu 43 losse opgezet en je begint 1 tweede vanaf de haaknaald met een vaste en je gaat de hele toer met vaste doen. Hier hebben we ook eerst vastgehaakt en dan pas de zandsteek. Kijk hoe mooi die zandsteek is. En ik ga het dadelijk lekker uitleggen en dan kan je aan de slag met je spencer. Dus we maken deze toer af met vaste. En ik zie je op het eind weer terug. En we zijn nu bijna op het einde van de toer met vaste, de eerste toer van het voorpand. Je mag ook met het achterpand beginnen hoor, maar omdat ik het achterpand al af heb, denk ik, ik doe samen even het voorpand en dan leg ik meteen de zandsteek uit. Je keert je werk altijd met 1 losse, dus we keren het werk. Dit zijn gewoon een rij vaste om het begin te maken en dan zetten we een stokje in die eerste steek. Dus in die eerste steek die we hebben gehad met die vaste, daar zet je een stokje in. Dan gaan we 1 stokje over of 1 steek overslaan en dan zetten we in de volgende hier een stokje. En in diezelfde steek een vaste. Je slaat 1 steek over en je zet een stokje. En in dezelfde steek een vaste. 1 overslaan. Een stokje. En in dezelfde steek een vaste. 1 overslaan, een stokje en in diezelfde steek een vaste. 1 overslaan, 1 stokje, 1 vaste, 1 overslaan, een stokje en een vaste. En zo maak je de hele toer af en op het eind zie ik je weer terug. En we zijn op het einde van de toer en we zetten in de laatste steek zetten we een vaste en daar eindig je altijd mee met een vaste. En je keert de toer altijd met een losse. En dan keer je je werk en dan gaan we weer een stokje in die eerste steek zetten. En dan gaan we opzoeken tussen die V'tjes de openingen. En daartussen zet je weer een stokje in de volgende opening. En in diezelfde opening zet je een vaste. Weer de opening, een stokje. En een vaste. In die opening een stokje. En een vaste. Een stokje. En een vaste. Zie je? En zo krijg je die zandsteek.
En dadelijk sluit dit wel hoor, dan komt dit weer dichter bij elkaar te liggen naarmate je meer toeren hebt. En we maken deze toer even af en ik zie je op het einde weer terug. En we zijn op het einde van de toer. Nog één keer een stokje en een vaste. En dan ga je weer even op het laatste die steek zoeken. Ik pak je gewoon hier in het midden en dan zet je nog een vaste. Zo eindig je altijd je toer. En weer een losse. En je keert je werk weer. En je gaat aan de volgende toer beginnen. Je slaat om in de eerste steek een stokje. En weer in de opening een stokje en een vaste. En dat is de zandsteek. Hij is heel simpel. Je hebt hem zo door. Het is dat je moet eindigen met een vaste. En je begint, of dan keer je werk met één losse. En je begint met een stokje in die eerste steek. En dat is de zandsteek. Je kan hem ook andersom doen hoor. Eerst de vaste en dan het stokje. Dat is maar net wat je wil. Maar ik heb het zo gedaan met een stokje. Omdat ik gewend ben om eerst om te slaan, begin ik gewoon met een stokje en een vaste. En het haakt echt heel lekker weg, omdat je in die opening elke keer je stokje zet en een vaste. En dit is de zandsteek. En dan gaan we nu even tekenen naar het voorpand, hoeveel tot hoever dat we nu moeten. Want dit is dus het voorpand en nu moeten we tot de halsopening gaan doorhaken. En je kan doorhaken nu met lichtblauw 10 toeren, 2 toeren wit, 2 toeren grijs, 2 toeren donkerblauw, 2 toeren lichtblauw, 2 toeren wit en 2 toeren grijs. En dan kan je aan donkerblauw beginnen. Als je andere kleurtjes wil, kan ook. Nu gaan we verder haken en dan zie ik je weer terug. Maar we moeten even meten voor het hoofdje, want het is ongeveer 47 centimeter gedeeld door 2. Nou zeg ongeveer 23,5 dat je nodig hebt. En dat betekent dat je halsopening hier moet beginnen. En dan pak ik even mijn marker erbij. Ik zet nu eventjes een speld, want ik kan de marker even niet vinden. Want je meet dus deze lijn, hou je aan hierboven. Vanaf deze lijn ga je meten. En dan meet je de helft van het hoofdje van de omtrek naar beneden. En ja, ligt eraan voor wie je dus de spencer gaat haken. Maar daar zet je even een marker in. En tot zover doe je het voorpand. En als je dan weer hier bent, dan zie ik je weer terug. Dus je kan nu verder. En ik zie je dadelijk terug als je bij deze dit punt bent. En ik zal even meten tot hoe ver dat het is. Bijna 16 centimeter. En ik zal het even op de tekening nog aangeven. 16 centimeter tot V-hals. Dus als je met die 16 centimeter klaar bent, ongeveer hier, dan zie ik je terug en dan gaan we de halsopening doen tot de schouder. En natuurlijk ook even de armsgaten. En dan zie ik je weer terug. We zijn nu bijna bij de 16 centimeter van het voorpand. Dus dan heb je gewoon een vierkant lapje van 16 centimeter bij 28. Daar ga ik nu even de tekeningen bij pakken van het voorpand. En we gaan dus tot 16 centimeter hebben we afgesproken en we gaan nu in twee delen verder, dus je moet twee bolletjes wol pakken. Ik
ga hem even goed laten zien voor het voorpand. En je haakt dus dadelijk vanaf 16 centimeter tot de armsgaten 22 centimeter, maar je pakt een apart bolletje. Dus vanaf deze lijn, vanaf die 16 centimeter, dus deze lijn ongeveer, ga je met een apart bolletje en dan ga je deze kant afmaken en dan ga je deze kant afmaken. Dus 16 centimeter en tot het armsgat is 22 centimeter, dus we gaan nog 6 centimeter, dit stukje is 6 centimeter. Gaan we door met minderen aan de halslijn, en die halslijn mogen we minderen totdat we aan 8,5 centimeter komen, en 8,5 centimeter vanaf de zijkant, dat komt door 6 centimeter en 3,5 of 9,5, sorry, 9,5 centimeter. Dus we trekken hier nog even een stippeltje en we trekken hier een stippeltje. 6 plus 3,5 is 9,5, 9,5 centimeter vanaf de zijkant. Dat gaan we minderen, en omdat ik niet weet of je strak haakt of los haakt, daarom werken we nu met centimeters en even niet met hoeveel steken, maar we gaan nu beginnen met haken en ik haak gewoon even mee. En ik moet nog even een ander kleurtje pakken. Blauw dus. Eén lossen en we keren het werk. We gaan weer verder met het patroon, en dat is 1 in de eerste steek, 1 stokje. En dan ga je weer die V'tjes opzoeken. En in de opening een stokje. Een vaste, een stokje, een vaste, en een losse voor te keren. En nu zijn we zover dat we dus tot de helft moeten haken, en dan pak ik heel even een marker, momentje, en ik heb nu een marker en we weten dat we de helft moeten pakken, maar van 28 is 14. Maar omdat ik niet weet hoe los of hoe strak jij haakt, kan je ook het werk dubbel leggen. Maar op zich is het makkelijker als je een tekeningetje maakt. En we zetten hier de marker in het midden.
Dan gaan we nu nog tot het één steekje tot het midden haken, maar ik haak gewoon even mee. Het is wel een hele leuke steken. Je krijgt echt plezier in de kleurtjes. Kijk, en hier zijn we bij de marker en dan gaan we tot 1 voor de marker, dus die marker die, ja, die sla je over, maar dan ga je met je andere bolletje wol aan de andere kant weer verder. Maar nu keren we het werk met een losse. Als je 2 bolletjes wol pakt, dan begin je aan deze kant. Sla je de marker over en dan begin je in deze steek, zodat je hier de opening krijgt van de V-hals. Nu hebben we al 1 los gedaan, we keren het werk. En we zetten weer 1 stokje in de eerste. We gaan de nieuwe opening zoeken. En dan lossen. Je keert weer het werk. En je moet dus ook in de gaten houden die 9,5 centimeter. Dus je moet de lengte in de gaten houden. Deze lengte nog een keer meten. Ja, 22 centimeter, dat je bij de armsgaten begint aan deze kant. Dus als je bij 22 centimeter bent, hou je dat goed in de gaten. En we gaan in de gaten houden dat we de 9,5 centimeter vanaf de kant aanhouden, dat we niet verder gaan minderen dan tot we hier zijn. Dus ik zet toch even nog een marker neer dat we gaan minderen, dus deze mindering, even dit aan de kant, we gaan minderen tot 9,5 centimeter en we mogen er niet verder dan 22 aan het armsgat. Ik heb even marker erbij gepakt, dus 9,5 centimeter. Dan zet ik even een markertje in.
in de eerste steek een stokje. En nu gaan we niet door tot het eind, maar we pakken de laatste opening die we vinden en we sluiten af hier al met een V-steek of met een vaste en we maken een losse om te keren. En dat doe je ook aan deze kant. Je mag het tegelijk doen dat je twee bolletjes pakt. Ik doe het dadelijk aan de andere kant precies hetzelfde en we gaan nu keren. En je eindigt met een vaste en een losse om te keren. En je meet weer even dat je 22 centimeter niet voorbij gaat. Nou, ik zit nu op de 19. Dus dat je niet voorbij het armsgat gaat. En we zetten weer een stokje in de eerste steek. En we zijn alweer bij de laatste opening. En we gaan het werk weer keren. En ik denk dat dit al de laatste mindering is, want we hebben nu die afstand van 9,5 centimeter. Ja, ik ga nu niet meer minderen. Dus we hebben geminderd eentje voor het midden. De volgende rij hebben we gewoon gedaan, toen weer eentje voor het midden en de volgende rij, dan was het teruggaande toer, dan weer de heengaande rij, eentje een overgeslagen. Dus ja, hoe vast of hoe strak je haakt, ik kan nu geen steken tellen, we moeten echt met die centimeters. En dit markertje was echt voor aan de bovenkant, deze,
zodat je hier uitkomt straks, zodat je bandjes aan het achterpand vastgezet kunnen worden, dat het de schouders worden. Kijk, en aan die armsgaten hier komt straks toch nog een mooie boordsteek, dan vult het een beetje op. Dan nu lijkt het heel dunne bandjes, maar als hier een boordsteek nog opkomt, dan vult het mooier op. Dus nu mag je in één rechte lijn naar boven werken, en zodat je in totaal, sorry hoor, ik stoot de camera aan, zodat je totaal bij je achterpand uitkomt, en dat was 40 centimeter. Ik schrijf het even op. Pak even, kijk nog maar even goed naar de tekening. En dan pak ik even het achterpand erbij. En dan leg ik het voorpand erop. Maar je ziet wanneer je de goede kant hebt, als je het, zal ik even laten zien, begindraadje rechts van je hout, dan heb je de goede kant. Dus die leg je eventjes zo, als je het aan elkaar naait, niet, dan leg je de goede kant op de goede kant, maar nu leg je het even op elkaar om even te meten waar je bent. Kijk, je bent hier al met die opening van die V-hals bezig, en we zijn bijna hier bij het armsgat. Dus je haakt door tot het armsgat, en dan zie ik je weer terug. Ik ben nu bijna bij de 22 centimeter. Ik heb de pandjes weer even op elkaar gelegd, en je ziet hier dat je nog, je had overal rijen van 10, en dat je hier nog twee groepjes van 2 moet hebben, dus het beginstokje, twee groepjes, en dan aan de grijze toe kan beginnen. Maar je mag ook gewoon met blauw doorgaan, dat je gewoon niet meer afwisselt en dat je helemaal met blauw het voorpand doet. Dan hoef je niet zoveel kleurtjes te wisselen meer. Op zich zou ik daarvoor kiezen, want dan is het rustiger. En dan kan je altijd nog met de boord een andere kleur pakken. En je hebt natuurlijk wel veel te wisselen als je in een korte tijd die bandjes wil maken. Dus ik ga nu door met nog één toer blauw, en dan gaan we hier rechtdoor haken, en hier gaan we 1, 2 groepjes overslaan, en in ieder geval 3,5 centimeter aanhouden, en dan ga je ook recht naar boven. Ja, ik kies ervoor om met blauw verder te gaan, omdat het anders, omdat je al best wel veel moet wisselen van kleur. Maar als je graag de kleurtjes exact hetzelfde wil houden als het achterpand, dan ja, dan moet je dat doen. Is ook mooi. Een stokje. Dus ik maak nog één toer gewoon. En dadelijk de volgende toer, dan stop ik 3,5 centimeter voor het armsgat. En aan de halslijn, ja, daar moet je ook gewoon nu niks meer minderen. En weer keren. En nu moet je inderdaad stoppen voor de halslijn, dus we kunnen deze marker er nu uithalen. En nu stoppen we hier 3,5 centimeter. Oh, momentje.
Ja, de telefoon ging even. We waren bezig met meten 3,5 centimeter en daar een marker in te zetten. Dus ongeveer 1, 2. Ik denk dat je precies deze opening kan pakken na twee veetjes. Ja, het is voor de arms, voor het armsgat. En even nog een keer meten hoeveel dat we hebben. Nou, we komen precies uit bij 22 centimeter. En we hebben precies 6 centimeter breed, zodat we dadelijk ook aan het voorpand, als je het voorpand erbij pakt, of het achterpand, sorry, straks komt deze aan het voorpand. Het achterpand komt aan het voorpand. Nou, dan gaan we nu weer verder en dan gaan we alleen maar omhoog werken tot we totaal vanaf onderkant tot aan de bovenkant zijn we bij 40 centimeter en dan kan je afhechten en dan zie ik je weer terug. En we zijn nu aangekomen als ik het voorpand op het achterpand leg bij 40 centimeter en dan gaan we afhechten. Dus de schaar en je trekt je draadje door. En ik ben toch heel blij dat ik het in één kleur heb gehouden, want je moet natuurlijk best wel veel draadjes afwerken. Ja, je kan ze ook meehaken. Maar als je dit in één kleur houdt, dan is het toch wel makkelijker, want het is een vrij smalle bies. Maar straks komt hier natuurlijk nog een rand aan, een boord. Maar zover zijn we nog niet. We gaan nu aan deze kant beginnen. En die doen we hetzelfde als aan deze kant. Dus je houdt hier deze lengte aan, die 22 centimeter. En we gaan een marker zetten, zodat we hier die 6 centimeter, dus 9,5 centimeter. Dus ik pak even weer een marker. Hier kan ik die weer even van pakken. En die zetten we erin. De centimeter. Dus 9,5. 9,5. We zetten hier de marker. En dat heeft te maken gewoon met deze afstand, maar we gaan dadelijk stapsgewijs weer minderen, net zoals we aan deze kant gedaan hebben. Maar we moeten wel even kijken of we de goede kant pakken. En je draadjes altijd rechts houden. Dat is je goed. Dit is je goede kant dan. En dan pak je weer je bolletje op. Opzetlus. En je begint hier bij de eerste steek. En je houdt je draad aan de achterkant. En je trekt nog een keer door, dan heb je een vaste. En dan begin je met een stokje. Oh, ik pak mijn verkeerde draadje nou. Dat gebeurt iedereen wel eens. Gewoon uithalen. Opnieuw. Insteken en de draad pakken van de bol. Eentje doorhalen en door twee. En je zet er meteen weer een stokje in. Door 2. Ja, ik doe het een beetje lastig omdat het net een aangehechte draad is. Daar heeft iedereen wel eens last van. En dan ga je weer meteen na het eerste veetje het patroon vervolgen. Ja. Oh, een vaste.
weer in het veetje, of na het tweede veetje, het patroon met een stokje van de zandsteek met een vaste, een stokje en een vaste. En dan gaan we door tot deze hadden we afgesproken. Zo. En dan lossen. En dan gaan we het werk weer keren. Oh, sorry. We zitten niet. Dit is eventjes misverstand. Deze marker was voor de bovenkant. En dit is de marker voor het midden. Dus we gaan nog niet keren. Dus de lossen moeten terug. We gaan nog verder met het patroon. Deze marker moeten we niet even negeren nog. Die staat ik voor de bovenkant, voor het maat. En dan gaan we door tot het midden. Dan gaan we minderen. Alleen maar door middel van dat we eerder zeg maar weer naar rechts haken. Ja, we haken deze, zetten we nog een stokje en een vaste in. En een losse om te keren. En dan keer je weer je werk. En dan ga je weer door tot het armsgat. Met twee keer nog minderen. Je mag niet voorbij de marker komen, want anders kom je te kort uit. Dus je gaat door tot 22 centimeter en je mindert aan de halsopening tot de marker, 9,5 centimeter. En dan zie ik je ongeveer nou op het eind weer terug. Ja. En ik ben nu op het einde aangekomen en ik hoop jullie ook. En dan kun je de draad afknippen. Je kan hem vrij lang houden, dan kan je de draad gebruiken om de panden aan elkaar te naaien of te haken, wat je wil. Je moet natuurlijk wel, als je klaar bent, de goede kanten op elkaar leggen en dan haak je ze of je naait ze aan elkaar. En dan heb je een spencer. Dus dan leg je de goede kanten. Dit is bijvoorbeeld de goede kant van het voorpand met het touwtje rechts en het achterpand is ook touwtje rechts. En dan leg je met de goede kanten, leg je ze op elkaar. En dan naai je de zijkant aan elkaar en de schouderbandjes aan elkaar. En dan ga je een boordsteek maken. Die staat al uitgelegd bij Iedereen Kan Haken. Ja, je kan gewoon zoeken naar boordsteek bij Iedereen Kan Haken en dan zie je hier mijn foto en hier zie je, als je Iedereen Kan Haken op YouTube intypt, dan kun je zoeken weer naar de boordsteek en die staat vrij onderaan. Even kijken welk filmpje het is. Ik heb er inmiddels al best veel. Nou, dan zoek je gewoon naar boordsteek. Haken. En dan is het deze video. Deze video moet je hebben. Begin aan de voorkant. Maar goed, het is een andere tutorial of een andere video. Voor nu heb je de uitleg voor de spencer gekregen van Iedereen Kan Haken, van mij. En ik hoop echt dat het een leuk resultaat voor jou wordt. En dankjewel voor het kijken en graag duimpje omhoog. Hieronder op mijn foto klikken voor abonneren. En tot de volgende video.